Welkom Rammers. Dag 15 zit erop. Het einde is in zicht. Nog 5 dagjes even doorbijten en dan hebben we het gefixt. Maandag is altijd lekker, want dan heb je weer nieuwe week, nieuwe kansen. En dan knal ik eigenlijk door. Dus vandaag is ook weer een mooie dag onder de 29 minuten. Dit weekend hebben we hele mooie trainingen gehad. De laatste trainingen van 2022. De ondernemersmachine en de geldmachine. Nu gaan we even rust bij de stukken. We zijn al bezig geweest om de producten te verbeteren. En dat ga ik de komende 10 dagen opnieuw doen. Om dadelijk in 2023 het product gewoon weer een aantal procentjes beter te maken. En dat is hoe ik altijd insta, altijd lange termijn kiezen. Gewoon elke keer je producten beter maken. Blijven studeren, blijven leren, ontwikkelen. En dat wil ik ook aan jou gaan vragen. Om dat ook gewoon lekker te gaan doen de laatste 10 dagen. En ik heb hier een heel speciaal boek voor mij. Dat heeft heel veel voor mij betekend. En ik wil hem toch eventjes in het zonnetje zetten. Omdat ik hoop ook dat jij oprecht veranderingen gaat krijgen in het nieuwe jaar. En dat je ook al je doelen en dromen gaat behalen in het nieuwe jaar. Het is Think and Grow Rich. Ik laat hem eventjes zien. Mocht je hem nog niet besteld, ga hem alsjeblieft bestellen. Gelijk. Ga niet twijfelen. Stop deze video nu. Druk op pauze. En bestel dit boek gewoon. Ik weet niet hoeveel die kost, maar ik denk 20, 30 euro. En dat gaat echt heel erg voor je veranderen. In ieder geval voor mij wel. En het is eigenlijk best wel raar, want ik lees hem op dit moment weer. En eigenlijk elk jaar, voordat we een nieuw jaar ingaan, lees ik hem gewoon opnieuw. En elk jaar heb ik weer allemaal nieuwe inzichten. En het helpt me gewoon heel erg om sowieso allereerst een goede reflectie te doen. Maar ook om een goede voorbereiding te hebben voor 2023. Want ja, je gaat gewoon doelen stellen. Je gaat kijken, wat doe je allemaal? Welke mensen in je omgeving hebben. Eigenlijk alles wat ik altijd wel een beetje met jullie deel, dat lees je eigenlijk hier. En ik ben echt niet een persoon die van boeken lezen houdt. Echt niet. Geloof me. Alleen, toen ik begon, ik heb hier allemaal boeken staan met persoonlijke ontwikkeling en echt boeken begon te lezen, toen is gewoon alles voor mij veranderd. Alles. Alles wat ik, wat ik aanraakte, dat veranderde gewoon voor mij. Omdat ik heel anders in de wedstrijd zit. En dit leer je echt niet op school, dit leer je nergens anders, niet bij je werk, nergens anders. Ik weet ook niet waar je nu staat in het leven, maar als je hem nog niet hebt gelezen, voor de mensen die hem wel hebben gelezen, die weten wat ik bedoel. Als je hem 1 keer hebt gelezen, lees hem nog een keer, 3, 4, 5 keer. En als je hem nog niet hebt gelezen, begin hem te lezen. Stop gewoon met mijn video's kijken. Ja, ik blijf wel mijn video's kijken natuurlijk, maar stop gewoon met mijn video's nu kijken en ga dit gewoon lekker lezen. Gewoon ontspannen, tranquilo, lekker. In plaats van Netflix ga je gewoon lekker dit kijken. Of in plaats van andere dingen doen ga je gewoon lekker lezen. Maar het gaat gewoon heel erg voor je veranderen. Het gaat gewoon je manier van denken. Ja, eigenlijk zegt de titel al genoeg. Manier van denken gaat het sowieso veranderen. En door deze stappen te volgen wat ze hier allemaal zeggen. Ga je gewoon je dromen en doelen bereiken. En wat ik net zeg, weet je. Ik pak hem er elk jaar bij. En elk jaar opnieuw denk ik weer van wauw. Wat een topboek gewoon. En het is ook een boek die niet even in een jaar is geschreven. Het is een boek die gewoon, ja, volgens mij is die 20, 30 jaar lang hebben ze erover gedaan om hem te schrijven, voordat hij echt uitkwam. Echt de meest succesvolle mensen komen hier ook in voor. Hoe hun denken, wat hun doen, hoe hun leiding geven, waar ze zich mee bezighouden, hoe ze bepaalde obstakels doorkomen. Ja, het is echt heel bijzonder wat er allemaal in staat. En je leert echt alles, dus ik durf ook niet echt alles in deze video uit te leggen, want je leert gewoon heel erg veel. Voor mij heeft dat gewoon heel veel veranderd. Dus ja, aan jou de keuze om natuurlijk dit boek te gaan bestellen en hem te gaan doorlezen. Mocht je dat al hebben gedaan, 100 punten. En dan zou ik ook zeggen, als je hem 1 keer hebt gelezen of 2 keer, lees hem gewoon nog een keer. En mij helpt het in ieder geval heel erg om hem elk jaar, aan het einde van het jaar, gewoon lekker te lezen. Want ja, dan kan je gewoon weer even kijken, waar sta je nou, wat heb je allemaal bereikt. Eigenlijk wat ik in de video's ook altijd vertel. En ja, wat ga je nou doen in 2023? En met dit boek samen met pen en papier erbij ga je gewoon heel veel mooie dingen voor jezelf uitwerken. Je hebt natuurlijk gigantisch veel boeken. En ik ben echt fan van boeken lezen geworden. Maar dit is toch wel in mijn ogen de beste boek in de zin van de basis goed neerleggen. Dus de basis voor het nieuwe jaar. Al ben je nu multimiljonair. Alsnog is het boek lezen gewoon super goed om gewoon de basis weer even goed neer te leggen. En in het jaar, zeg maar, dat doe ik altijd zelf ook. In het jaar dat je, zeg maar, bezig bent met ondernemen, investeren of andere zaken.
Dan kan je natuurlijk andere boeken lezen, wat ik ook doe. Maar ik denk echt om een goed basisfundament te hebben qua mindset, qua doen en laten, is dit echt een topboek. Dus, dat wou ik even voor vandaag mededelen. Ik kan een stukje voorlezen. Hier hebben we bijvoorbeeld een 28 vragen die je moet beantwoorden voor een zelfanalyse. Heel simpel voorbeeld. Heb ik het doel bereikt dat ik mezelf had gesteld voor dit jaar? Dat kan je jezelf afvragen. Heb ik de beste kwaliteit geleverd met mijn diensten? Of zijn er aspecten die verbeterd kunnen worden? Bijvoorbeeld, ik ben echt iemand, ik wil altijd topkwaliteit leveren. Nou, dan kan je dan hier gewoon netjes antwoord op geven. Heb ik kwantitatief het meeste werk afgeleverd waartoe ik in staat ben? Ja, en zo al die vragen, dat is gewoon heel erg tof om gewoon voor jezelf op te schrijven en door te nemen. Verlangen omzetten in resultaat, gestructureerde planning. Eigenlijk alles wat ik ook wel een beetje vertel, komt hier ook wel in terug. Dus ja, je ziet al onbewust, neem ik dingen gewoon over. De werkplaats is de mind, verbeeldingskracht. Ja, zo kan ik wel even doorgaan. In ieder geval, dat was het voor nu. Ik hoop dat je dit boek gaat kopen. En mocht je hem nog niet hebben gekocht, of mocht je hem hebben gekocht, lees hem dan nog een keer. En dan weet ik zeker dat voor jou alles kan veranderen. I'm the master of my fate. I'm the captain of my soul. William Ernest Harn Handy. Ik ben niet echt een quote en zo, maar ik vind het gewoon top, man. Dus ik wens jou heel veel succes de laatste 10 dagen van het jaar van 2023. Maak me trots en dit wou ik vandaag even in het zonnetje zetten. Wat mij in ieder geval heel ver heb gebracht. Bedankt voor het kijken, like, abonneer en ik zie je bij de volgende. Ciao!